Nou, de titel van deze workshop is De vergrijzde samenleving. Wat we eigenlijk willen laten zien is hoe biomedische technologie een rol kan spelen bij vergrijzing van de samenleving. Mevrouw Bijleveld gaf al kort aan dat we hier het instituut MIRA hebben en dat we ook een rol spelen als het gaat om het ontwikkelen van die technologie. Het thema is vergrijzing. Dit is een belangrijk plaatje om te laten zien als het gaat om vergrijzing. Het is al wat ouder plaatje, maar laat hier ook wel duidelijk zien hoe het zit met de vraag naar de zorg in Nederland. Dat is de bovenste lijn die jullie zien. En de onderste lijn geeft eigenlijk aan wat het aanbod is van verzorgers in Nederland. De lijn gaat nu nog omhoog, de onderste lijn, maar de ontgroening verwachten wij dat die lijn op een gegeven moment wel eens zou kunnen afvlakken, misschien wel naar beneden zou kunnen gaan. Dus de twee lijnen zullen de komende jaren naar onze verwachting gaan divergeren. En wij denken dat medische technologie een belangrijke rol kan spelen om toch aan die vraag te voldoen. Dit is eigenlijk een goed voorbeeld van hoe medische technologie een rol kan spelen bij vergrijzing. Dit zijn twee foto's van twee revaliderende CVA-patiënten. Patiënten die een beroerte hebben gehad. Wat belangrijk is bij die revalidatie is dat de mensen weer in beweging komen. Dat ze weer leren te lopen. U ziet hier op de linker foto een persoon op een loopband staan. Met daar twee therapeuten bij die de patiënt ook daadwerkelijk vasthouden. En op het derde plaatje ziet u zelfs vier mensen. En drie van die vier mensen houden die persoon vast. Dus eentje houdt de heup vast. En de andere twee zorgen ervoor dat het been in beweging komt. Dus er zijn 3 tot 4 personen nodig om zo iemand te laten revalideren. Nou, als u dan weer denkt aan die figuur die ik net liet zien, dan kunnen we dat niet volhouden als het gaat om de vergrijzing. Wat wij heel erg belangrijk vinden is dat wij de hele pijplijn dekken van fundamenteel onderzoek tot toepassing in de kliniek. We willen zien te voorkomen dat technologie die hier ontwikkeld wordt vervolgens staat te verstoffen in de kelders van de UT. Daarom werken we ook intensief samen met klinische partijen, maar ook met ondernemers zoals u aan het einde van het filmpje zag. En we stimuleren ook echt ondernemerschap vanuit het instituut, omdat we denken dat ondernemerschap ook een belangrijke rol speelt als het gaat om het brengen van de technologie vervolgens bij patiënten. En als het gaat om het laatste, dan speelt deze faciliteit die we hier hebben ook een belangrijke rol. Gebruikers van de technologie te laten voelen hoe die technologie in de praktijk werkt. Dit is een gesimuleerde patiënt die in staat is het cardiovasculaire en het respiratoire systeem na te bootsen. En de mensen vooraan die kunnen inderdaad zien dat het hiernaast gewoon gaande is. Het is een live verbinding. En deze pop, zoals ze gewoon genoemd kan worden, het is wel een hele dure pop overigens, maar die gebruiken wij voor het onderwijs om onze studenten te onderwijzen in de fysiologie van het cardiovasculaire systeem en het respiratoire systeem. De patiënt is verbonden met een aantal klinische monitoren, zoals die ook op de intensive care te zien zijn. Er zal gewoon iemand voorstaan. Dat is een beademingsmachine, we kunnen de patiënt ook echt beademen, en we noemen dat een patient monitor, dus een monitor waarin we de bloeddruk kunnen meten van de patiënt, maar ook bijvoorbeeld een ECG kunnen afnemen, een hartfilmpje kunnen maken bij de patiënt. En als we even nog verder inzoomen, dan staat er iemand voor, maar als het goed is kunnen we het net lezen. Dan zien we hier bijvoorbeeld dat de patiënt een hartslag heeft van 70 slagen per minuut. Dat is rechtsbovenin te zien. Hier zien we het hartfilmpje wat opgewekt wordt door deze pop en we kunnen aflezen met klinische apparatuur. Nou, hier hebben we de bloeddruk, dus een bovendruk van 130 over 70. Nou, dat is eigenlijk een hele gezonde bloeddruk. Nou, nog een aantal meer drukken in het menselijk lichaam. En het mooie van deze patiënt is dat we ook interventies kunnen uitoefenen. Zoals ik net zei, we kunnen bijvoorbeeld een hartaanval induceren. Dus dan zien we wat er gebeurt met de fysiologie van het hart. Met als gevolg, wat heeft dat tot gevolg voor de bloeddrukken. En zo komt die fysiologie dus heel goed aan de orde. Nou, wees welkom op onze operatiekamer. Het is een operatiekamer die door chirurgen wordt gezien als een beetje ongewoon.
Aan de andere kant zijn ze een beetje jaloers erop, omdat wij de meest geavanceerde apparatuur hier hadden hangen die ze eigenlijk in het ziekenhuis ook wel zouden willen. Dus ik zal even kort uitleggen wat we hier hebben en waarom het zo ongewoon is. We hebben hier een navigatiesysteem. En nou, iedereen kent het navigatiesysteem uit de auto, maar ook op de operatiekamer wordt het navigatiesysteem steeds belangrijker. Het wordt al een hele tijd gebruikt bij neurochirurgische operaties. Je wilt zo nauwkeurig mogelijk naar je tumor toe opereren. En eigenlijk wil je zelfs wel dat je instrumenten worden beperkt door het plan wat je hebt gemaakt. Oftewel, als er een belangrijk bloedvat loopt, wil je misschien wel een feedback krijgen van goh, nou je zit nu heel erg dicht bij dat bloedvat, pas op. Dus je wil voelen wat je doet. Dus dat is het navigatiesysteem wat we hier nu even hebben neergezet voor een knieoperatie. Dus ook bij knieoperaties wil je dat je je knieprothese zo nauwkeurig mogelijk plaatst, zodat de patiënt daarna zo veel mogelijk profijt van die prothese heeft. Daarnaast hebben we een soort met van routing systeem van al onze camera's die we hier hebben, zodat wanneer de chirurg hier bezig is met zijn assistent, ook de mensen die eromheen staan kunnen volgen wat er gebeurt. Dus ik heb daar een aantal camera's, ja, van de ruimtecamera's, maar ook van de camera die we hier in de operatielamp hebben. En op het andere scherm staat wat er op het navigatiescherm staat. Wat is er dan zo bijzonder aan deze OK is dat we gecombineerd een navigatiesysteem met een endoscopietoren hebben. En een endoscopie wordt normaal gesproken alleen maar in de buik gebruikt. Dus dat maakt dat je deze multifunctionele ruimte voor zowel neurochirurgische, orthopedische, maar ook buikoperaties zou kunnen inzetten. Juist omdat we hier onderzoek doen op verschillende disciplinegebieden. Daarnaast hebben we hierachter nog een digital lightbox, waarbij we verschillende medische beelden kunnen projecteren en ook kunnen bewerken tot een soort met van 3D view. Het werkt met touch. Dit is natuurlijk voor het brein. Er wordt ook nog een knievoorbeeld ingezet. Nou, je kunt zich voorstellen dat dit voor een chirurg heel erg behulpzaam kan zijn om even te kijken van goh, nou, hoe zag dat er ook alweer uit? Waar ben ik? en daarnaast kunnen we dit ook weer koppelen aan het navigatiesysteem. Dus wat er vooraf gepland is, kan ook weer op dit bord getoond worden. Nou, betekent dat jullie de apparatuur ook door de leveranciers in bruiklijn krijgen, zodat hun technologie kunnen ontwikkelen? Ja. Nou, er zijn inderdaad veel connecties inderdaad met de industrie. Dus dit hebben wij van de firma Brainlab en we hebben studenten die ook weer onderzoek bij hun doen en vice versa. Ja. Dus wij evalueren hun apparatuur, geven feedback. Bijvoorbeeld deze operatielamp, daar hebben we dan een wereldprimeur mee van de firma Dräger, omdat het met LED-verlichting is. En we hebben direct al een aantal opmerkingen over, nou vooral de grootte en de camera werkt niet helemaal perfect, dus bij hun volgende oplevering is dat dan allemaal weer... Het is vooruit om goed knap. We hebben onlangs een groot consortium opgezet met UMC Groningen en met Siemens, om onderzoek te gaan doen naar innovatieve beeldverwerking. Dus we kennen alle apparatuur zoals MRI's, CT-scans en dergelijke. En ja, we gaan nu met Siemens kijken hoe we samen met hun, maar ook met de klinische partijen als een academisch ziekenhuis, nieuwe technologie kunnen ontwikkelen. En de gedachte daarbij is om hier op de campus ook even een fysieke entiteit te gaan creëren waar dan dat onderzoek zal plaatsvinden. Nou, welkom allemaal. We zijn hier in de ruimte waar onze laparoscopie-simulatoren staan opgesteld. Deze simulatoren hebben we zodat onze studenten kunnen oefenen op de simulatoren. Daarnaast bieden we ook nog cursussen aan voor externen. En waarom is het nou zo belangrijk om te oefenen op zo'n simulator? Dat is zoals Els ook al eerder aangaf, dat als je een laparoscopische operatie doet, ik zal het nog even toelichten, dat ze dus met zo min mogelijk schade, dus vaak maken ze dan 2 of 3 kleine sneetjes in het lichaam, waardoor door één opening gaat de camera, de andere gaan de instrumenten en zo kan er dus op een hele minimaal invasieve werkwijze een operatie worden uitgevoerd. En dat is prettig voor de patiënt, omdat het minder pijnlijk is, een beter cosmetisch eindresultaat heeft en een snellere recovery
Precies. Maar er zijn een aantal beperkingen aan zo'n laparoscopische operatie. En dat is dus dat je naar een 2D-beeld kijkt terwijl je in een 3D-wereld aan het opereren bent. En het is belangrijk dat de student zich dat realiseert en door te oefenen daar ook een gevoel bij krijgt. Daarnaast is er nog zoiets als haptische feedback, weerstand die je voelt tijdens een operatie. Als je een normale operatie uitvoert, hoe dat vroeger gedaan werd, nou, dan werd de patiënt gewoon opengemaakt. Dan werd een operatie gedaan en dan kon de chirurg voelen wat hij aan het doen was. Maar u kunt zich voorstellen, als je instrumenten beet hebt, dan is dat natuurlijk een heel ander gevoel wat je zult ervaren. En daar kunnen de studenten ook mee oefenen. De weefsels hebben schade, maar je raakt de weefsels zien die boot. Als je iets weer terugtrekt, zodat we niet het weefsel raken, en dan is dit rechter instrument heeft een geel puntje, daarmee is het de bedoeling om het steentje aan te raken. En dan merkt u direct al dat het heel lastig is om in die diepte in te schatten van, nou, goh, hoe diep moet ik nou met mijn instrument? Hij is schop. Dus nu doen we met het linker instrument. Dus het wordt steeds rechts, links. En dan weer plaats op het rechter. Ja, weefselschade. Jeetje. Wat belangrijk is bij lachenschoopsoperaties, moet u altijd de instrumenten een beeld. Ja. En waarom is dat? Je kunt het. Ja, want het zit met name de operatie op de lopende band. Ja, en wat nu al gebeurt is dat het vaak aan de hand van beeldgestuurd navigatiesystemen gaat. Dat is zeg maar dat je bijvoorbeeld van tevoren MRI-data, een patiënt in MRI stopt. Er komt data uit, die laden ze in het systeem. En aan de hand van dat systeem kun je real-time door het lichaam navigeren. Dus dan kan de chirurg aan de hand van een afbeelding wat hij ziet, kan hij kijken van, nou, ik zit als hij bijvoorbeeld een punctie van de borst en ik zit zo ver van de tumor af, ik moet dus nog iets verder. Dat is nu al... Dat is al wel de techniek die nu loopt. Ja, klopt. En dat is dat navigatiesysteem, dat is heel belangrijk. Ik zal me als patiënt toch wel een beetje zorgen maken over als die verbinding ineens wegvalt. Nou, dat is dus ook inderdaad een van de grootste... Ik bedoel, er zat wel eens een keer ergens gegraven en dat hadden wij deze week ook. En bij ons was de verbinding weggevallen. Nou hebben wij dat wel als bedrijf overleefd, maar als patiënt. En daarom is het nu ook zo dat die robot in dezelfde ruimte staat als de patiënt.